Welkom bij een nieuwe aflevering van Craft Frame. Ik zit nog altijd in de cave. Oh, ik weet niet meer of ik gezegd had dat ik naar buiten hing, maar ik heb nog een pickaxe. Nou, deze. Ik heb nog een ganse cave te exploren. En ik dacht van, resources can't hurt, right? Craft Frame is kinda uitgestorven. Als we er nog op spelen, is echt puur om te recorden, dus. De resources are all mine. Hehe. Dus ja. Dan denk je maar van, ja, dan ga je toch maar wat recorden, zeg. Can't hurt. You guys like it, I like it. I like to move it, move it. Ik zit op 11, dan zou ik liefst nog hier wat gaan doorminen. Dan gaan we hier een caveje beginnen. Dum 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 da dum 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 da 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 dum da dum da da dum. Ik vind het wel geniaal, ik zit nu zo met een tweede scherm zit ik echt te kijken naar mijn opname en dan zie ik ook echt hoeveel donkerder het is op mijn opname dan op scherm. Wat best raar is op zich. Dus op zich, zodra mijn iron pickaxe kapot gaat, ga ik naar de surface. Ik heb ook net een bericht op Skype gekregen, maar daar kijken we niet naar. Lekker. Als je je afvraagt waarom ik zo lang niet gerecord heb, zou ik niet echt zeggen, want sowieso ben ik niet heel actief op YouTube. Al doe ik het enorm graag natuurlijk, ik hou echt van YouTube doen. Ik ben enorm non-actief, gewoon van het feit, ik game enorm veel apart. Ik zit ook enorm veel op de Legendcraft server. Enorm veel elke dag, een uurtje of zo, misschien een uur en een half. Een uur en een half. Dus ja. Dan. Ben ik helemaal uit mijn woorden. Oh, boehoehoe. Bladibladibla. Dus, left, right, left. Zo is het lekker donker. Dum. Redstone can be ours. Redstone can be ours. Ik wil diamantjes. En daar zullen wij voor zorgen ook. Nog iets wat ik ga doen allemaal, jongens. Eén ding dat terugkomt, dat ik één aflevering al gerecord heb, dan even gestopt was. Is Rocket League, dat komt terug. Wie weet met een special guest, wie weet met Marco, wie weet met iemand anders. Wel, meestal als Marco niet is, dat wel een special guest en van de rest, ja. Het zijn wel meestal dezelfde personen die op mijn kanaal terugkomen. 90% Marco, heel af en toe keer iemand anders. Dus ja, zelfs iemand anders is. Dus misschien een special guest die jullie niet kennen, misschien wel kennen. Al die goede shit. Of misschien is het gewoon weer Marco. Could be. GTA komt ook nog wel terug. Maar ja, GTA ben ik sowieso aan het wachten tot er iemand wil recorden met mij, want in mijn eentje is dan ook niet echt zo leuk, want GTA is leuk, maar in je eentje kan je enorm weinig doen. Je kunt hopen dat mensen met je willen racen. Maar racen op GTA is ook zo'n beetje dood. Klein beetje maar. Dus ja, dan moet je ook hopen en hopen en een Hans aflevering hopen, dat is nu ook niet echt iets om te doen. Am I right?
Am I right? Hans Aaron Pickaxe naar de klote in 5 minuutjes. Ongeveer. Wacht, hoeveel time is dat? Obsidian had ik. Kom ik hier voor Obsidian dat ik zelf niet meer weet? Nee, ik had een enchantment table, dat is juist. Ach, jij. De kans die groot is dat ik terugkom, wil ik wel nog wel. Ligt in dat er geen duizenden mobs spawnen. Spawnen. Ben ik nog aan het sprinten? Whoever knows, I do. Waarom de fuck ben ik zelf aan het doen alsof ik een zingetje? A new challenger approaches. No, don't explode. Don't do. Thank you, dude. Yep. Hey, nee. Stout. Af. Dacht even dat ik diamond zag. Natuurlijk ben ik ook nog een stukje gek, dus daar moet ik ook niet aan denken. Ik zag oh, frick. Zombie! I'm scared! Spider, I'm even more scared. But not really, right? Come on, niet ver. De tijd dat we allemaal bang waren van zombies en skeletons, of van spiders, is gepasseerd. Ja, just pussies. Oh no, it's a ghost. Not really. A ghost is my useful. A ghost is scarier. Een zombie in real life, nou, kijk, dat zou eng zijn. Wat op zich ook niet 100% onmogelijk is. Het is 99% onmogelijk. Maar als je bekijkt wat altijd begint in die films, dan is het altijd door een... Of meestal, zou ik zeggen. Door een wetenschappelijke fout. We hebben ook wetenschappers, er kan ook iets fout gaan. Dus ik denk dat het nog eerder mogelijk gaat zijn dat we zombies gaan zien dan spoken. Dus, yay! Nog altijd is het wel dik onmogelijk shit, maar hey. Always look at the bright side of life, right? Always look at the bright side of... Oh, ik moest op mijn zingen, sorry! For party rockin'. No, G. Don't do that, don't do that. I need to find a way out of here. And the only way I'm gonna do that is if I'm surviving. Okay, my last bit of food. God damn it. Been here. Ooh, daar kom ik van. Fuck. Dus hoe ben ik hier beneden geraakt natuurlijk. Hoe ben ik hier naar beneden gekomen? Crap! Ben ik maar eens naartoe geweest, toch? Heb ik geen toetjes geplaatst of zo? Maar op zich kan het wel zijn dat ik... Nee, wacht, hier heb ik nog maar juist toetjes geplaatst, of niet? Ja, of... Oh, crap. Zo. Oh, nee, hier ben ik ook nog maar juist geweest. Zie je, die iron ligt hier nog. Oh, wauw. This is awkward. Quite awkward. Vooral omdat ik Rafael me nog het compliment gaf dat mijn oriëntatie vrij goed was op dit spel. Dan verlies ik de weg naar boven. Maar ik denk wel dat ik dat weet. Ja, vrij zeker. We're gonna do this with no cheating. Because I think I found my way.
I found my way, my way, name is Leap of Faith, blati blati Jesus, blati blati. Nee, wauw, ik ging daar weer in aan zetten. Ik zag me nog zo in de lava lopen. Mr. Genius dat hij, ik ben hier echt rondjes aan het lopen. Een avontuurtje met Jasper. Alleen het enige avontuur dat er is, is dat je me ziet verdwaald zijn. Maar, hallo? Twee witches en een skeleton. De skeleton ben ik nu ook niet echt bang van. Het enige dat je poison hebt is jullie zelf. Zijn er nu drie witches? Nou, dit zijn mijn heroes. Yep, bla 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 bla. The witch is a bitch. Oh. Wauw, dat was een raar geluidje. Oké, Shit. Maar ik ben niet bang voor jou, maar het is toch shit. 2 tegen 1 is niet eerlijk. Voor jullie. Want ik heb betere tools, ja, maakt eigenlijk allemaal niet uit. En ik denk dat ik een skeleton met een. Nee, een zombie met een bow zag, dus. That's weird. So I'm gonna get the heck out of here. En dat is deze kant uit. Vrij zeker van die andere kant. Die is nog niet really explored. Kijk, jongens. Ik zei toch dat ik me wegging. Ja, nee, dat klopt. Oh, frick, I'm out of food. Oh nee, ik heb zombie brain issues, dus Ik ga ervoor zorgen dat ik zo lang mogelijk kan sprinten, dus dat is ook zo min mogelijk springen. Is dit hier? Ik zou het niet weten, ik zou het niet weten. Tenzij... Ja? Freedom! De review! Ik ging dan ook de verkeerde kant op ook. Hey! I'm gonna see my home again, after so long. It has been so long since I've been home. Wat ook nog echt een vet is. Ik ben een tijdje niet meer naar mijn home gegaan. Dikke fact. Deadloos? Ben ik nu weer allemaal weg kwijt? Serieus? Die kant op. Nee. Ja, nee. Wat? Hoe kan ik mijn weg nu weer al kwijtgeraakt zijn dan? Ah, frick. Nou. Dan kunnen we naar hier. Ik wil hier niet doodgaan, ook al zou ik mijn loot wel terugvinden. Holy shit. Dus nu ben ik zo goed in parcours. Blablablab. Lekker save en al. Yep. Gelukkig had ik nog een pickaxe. In de reserve. Nou kijk, dan kunnen we hier. De jump failen en really scary. Dat was eigenlijk echt wel vrij eng. Maar kijk wat we zijn. We gaan eindelijk ons huisje terugzien na een Hans aflevering al eigenlijk. Een aflevering van 15 minuten ging ik het houden. I can still make that promise, maar dan heb je eigenlijk echt letterlijk niets gezien. Behalve het avontuur naar de top, maar ik weet niet. Je hebt mining gezien op zich. Niet opletten. Ik was even really confused. Oh wow, perfect. Het is nacht. Heb ik een arrow? Ja. Kijk jongens, de perfect snipe.
Bam! Oké, ik ga al naar binnen. Voor iedereen die dit voor mij zou willen vergeten, alsjeblieft. Dat zou wel heel aangenaam zijn. En als je dat niet wil vergeten, dan zijn je stoute jongetjes. En meisjes. Maar ik zou graag hebben dat je dat allemaal even vergeten wat er net gebeurd is. Want dat is eigenlijk best beschamelijk. Beschamelijk? Beschaamtelijk? Nee, schaamtelijk, ja. Oh my god. Ik moet nog shit kwijt. Deze chest? Ja, het was deze chest. Finally, my god. Ik ben hier even een prutje, zeg. Een visser's chest, Raphael's bed, owned. Jasper's bed, great game sent here. Die bed. Same, same. Ik heb niet eens kunnen schrijven. Mohammed Ali, Mohammed Ali. Oh. Oh wauw, eentje. Waar ik er twee van krijg. Nog eentje en dan hier drie. Dan zit ik weer aan 7 carrots. Die ik altijd dacht dat meer vulde. Maar Rafa, je probeert het. Ik denk een cobblestone generator, wat ik raar vind. Oké, op zich een cobblestone generator is cool, man. Er is genoeg cobblestone in deze Hanse wereld, dus. Ach ja, misschien is er iets anders mee van plan. Ik ga het dan wel ooit eens vragen. Dat is echt veel simpeler. Ja, dan hebben we nog wat paper. We hebben 45 paper. Ik wil. Ik heb één ladder. Wauw, ik moet echt een kou vorm maken. Maar ik denk dat ik hier deze aflevering ga afsluiten. Jullie hebben niet veel gezien. Dat spijt me enorm. De volgende aflevering ga ik jullie meer tonen. Kijk ook uit voor de volgende aflevering van Rocket League. Grand Theft Auto komt ook nog. Pokémon Blaze Black zal ook nog komen. Bye!